Hallo reviewvrienden, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het prima. Gisteren een beetje te lang op het terras gehangen. Vandaar dat ik een beetje een donkere stem heb van alle bieren. Ja? Mooi. Wel lekker man, dat het zomer is en alles weer open. Tenminste, zo'n beetje. Maar goed, daar gaat het nu niet om. De vraag is namelijk, wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmetje opgestuurd? Laat ons nu gaan kijken. Ja, dat gaan wij doen. Chips. En dit is niet zomaar chips. Chips van doe een chippy in een bakkie, want ik heb trek in een chippy. Dit zijn Lay's met hele specifieke haken. Namelijk, dat voor mij is nieuw, Pizza Hut smaak. Tenminste, ik denk dat je dan de smaak hebt van een pizza, niet van, van de tent zelf. Subway smaak, KFC smaak. Dus ze hebben de smaak van de veel te vette kip in een chipje geplopt. Ze hebben de smaak van een broodje in een chipje gestopt. Dat vind ik al een beetje vreemd. En ze hebben de smaak van een pizza in een chipje gestopt. Van deze drie dingen heb ik het meest vertrouwen in die met die pizza. Want de kip van KFC is al niet te bunkeren. Dat heb je wel eens gezien bij de reviews. Laat staan dat het dan weer in een stuk aardappel gedouwd is. Raar. Maar goed, ik kan wel gaan zeuren en zeiken dat dat allemaal niet goed is. Maar eerst proeven, hè. Dit zijn toevallig reviews, hè. Daar wordt geproefd. Nou, daar gaan we. Ik begin bij de Lay's KFC. Waarom? Omdat ik raar minst trekken heb. Ja. Nou, het is niet te geloven. Het stinkt naar vette kip. Gaan we. KFC chips. Ik proef eigenlijk die kip niet zo heel erg sterk. Zou je het even vertellen? Als je deze chips niet uit deze zak eet, maar gewoon uit een, als je een doorzichtige zak. Zou je de smaak nooit raden. Het is een vreemde smaak. Het is een beetje pittig. Het ruikt wel naar de vieze kip. Maar het smaakt niet naar vieze kip. Het smaakt eigenlijk niet eens zo heel erg vies. Het is een beetje pittig. Maar kip. Original recipe chicken flavor. En dat doet het dus niet. Subway's dan. Haal ik wel eens wat bij de Subway's? Eigenlijk niet. Ik heb dat wel eens gedaan vroeger. Omdat dat toevallig het enige teentje was wat er was. Dan krijg je een broodje. En dan gooi je ze heel veel op. En dan wikkelen ze dat in een papiertje. En daarna doe je zo met het broodje op, happy, happy, happy. En dan denk je, meh. Maar goed, het is wel altijd beter dan KFC. Goh, is dat KFC vies, hè? Subway chips. Dit ruikt, ik weet niet wat dit nou ruikt. Het ruikt heel raar. Nou, kijk, hier hebben ze dus een ribbeltje in gedaan. Want daar was een gewone en dit is een ribbelchipje. Subway chips. Is dat voor een rare smaak, joh? Zuur. Ik zie nu pas dat het teriyaki flavor is. Wat heeft teriyaki in godsnaam met Subway te maken? Hoe kan je daar dan ook teriyaki op een broodje krijgen? Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Ik heb helemaal niks tegen teriyaki. Liever zeg, ik eet wel soms teriyaki. Teriyaki, hoi! Dit smaakt niet naar teriyaki, dit smaakt naar... Ja, ik weet het niet. Het smaakt eigenlijk meer naar kip dan de KFC. Het is voornamelijk heel zuur. Ik denk als je een Japanner zo'n chippy geeft en je zegt, wat is dit? Dan zegt hij, ja, raar smaakend chippy. Dan zegt hij, nee, dat is teriyaki. Dan zegt hij, wat, dat lijkt me heel erg steug. Voor deze chips hebben ze in Noord-Holland een woord. En dat is smerig. Dat is niet tevreden. Wat wil ik zijn, ik heb me al eerder uitgesproken dat ik denk dat de pizza chips, de enige chips die kan werken... Want teriyaki chips en KFC chips. Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je nou in een aardappeltje dat stoppen? Maar met de pizza natuurlijk wel. Dat is gewoon tomaat, kaas. Dat is te doen. Margarita flavor. Oftewel, tomaat en kaas. Zeg ik toch.
Ruikt naar pizza. Sfeertje. Een wat roder, donkere chip. En die smaakt naar... Ja. De Margarita Pizza Hut flavor chips. Smaakt naar een pizza margarita. Dus de smaak is gelukt. Niet gelukt. Helemaal niet gelukt. Gelukt. Nou, dan zijn we zover dat het naar margarita pizza smaakt. Maar is het dan ook lekker? Het antwoord erop is simpel. Dit chipje is gewoon te doen. Pizza smaak. Aardappel. Niks meer doen. Pizza chips. Lekker man. Nu eet ik natuurlijk eigenlijk alleen maar naturel chips als ik chip eet. Want ik vind namelijk mijn aardappel en een beetje zout al meer dan genoeg. Ja, ik ben gewoon een eenvoudig gebleven. Maar als ik dan toch een smaakje zou moeten uitkiezen en ik kon er deze drie kiezen, was het natuurlijk deze geworden. Want deze twee, die zijn gewoon niet gelukt. En dat begrijp ik niet. Ze hebben toch ook een testpanel daar. Dat iemand een hapje neemt en zegt, nou ik weet niet wat je hebt geprobeerd, maar dit is niet te bunkeren. Dit moet je niet op de markt brengen. Blijkbaar niet. Maar goed, tijd voor de cijfertjes. De meest smerige is niet de KFC chip geworden. Deze Subway chips is gewoon vies. Die is zuur en die smaakt naar iets wat je denkt van, nou, het kan alles zijn. Het kan een dode hond zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een keiharde avocado zijn. Ik weet niet wat ik zit te eten. Ik snap het niet. Dan blijkt het dus teriyaki te zijn. Heeft er ook iets mee te maken. Wat blijft er over? Vieze zure chips. Dit krijgt een 2. Dit is niet te nakken. Subway chips van Lay's. Niet doen. Echt veel beter is de KFC chips niet. Namelijk omdat die niet naar kip smaakt. Ja, dan denk ik, waar begin je aan? Dan vervalt toch het hele concept, als je mij vraagt. Waar smaakt die wel naar? Naar peper. En ergens ver weg zal dat dan wel ook een keer iets met kip te maken hebben. Ik proef hem niet. Ik zie hem niet. Ik vind hem ook niet lekker. Daarbij stinkt hij wel naar vette kip, maar smaakt hij er niet naar. Ja, dan heb je echt gewoon gefaald. Dus de KFC chip, die krijgt van mij een 4. En de winnaar van de dag is de Lay's Pizza Hut Margarita Pizza Chips. 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 Dit is gewoon een lekker chippy. De smaak proeft naar hetgeen wat er op het plaatje staat, namelijk een pizza margarita. En die smaak is ook niet eens vies. Die is gewoon lekker te doen. Deze kan je gewoon lekker eten als je bijvoorbeeld een colaatje drinkt of zoiets. Maar nou, mooi. Deze krijgt van mij een 7. Goed, dat was het dan weer. Heerlijk mijn bakjes gevuld met chips in de vroege ochtend. En nou, ik ga nu misschien maar eens even ontbijten. Hè? Wat zou ik maken?